de eerste nachtvorst hebben we ondertussen al gehad. En als je auto buiten slaapt, dan heb je ongetwijfeld ook al mogen krabben. En de winter moet nog maar beginnen. Misschien hebben we dit jaar wel minder geluk dan vorig jaar en krijgen we nu wel bittere kou met vorst, ijzel en sneeuw die onze wegen glad en gevaarlijk kunnen maken. Wil je dat je auto zonder problemen de winter doorkomt en jou veilig op je bestemming brengt? Wel, dan is het nu de hoogste tijd voor een wintercheck. Traxio samen met BVV heeft vastgesteld dat toch wel 60% van de mensen die ondervraagd werden er niet onmiddellijk aan denken om hun wagen even te controleren vooraleer ze de winterwegen opgaan. Vandaar dus ook dat we de mensen aanraden om aan de hand van de checklist die ze terugvinden op mywintercheck.be gewoon even te kijken en als er zaken zijn die veranderd moeten worden of bijgesteld worden of hersteld moeten worden aan de wagen om even binnen te wippen bij de garage. Ja, Dirk, de winter staat voor de deur. Een wintercheck is absoluut noodzakelijk. Wat wordt er allemaal gecontroleerd? In eerste instantie de batterij. Dat is een beetje de ziekte bij de eerste kou. In deze type wagen, je ziet het, de batterijbonnen die beginnen echt al weggestoken te worden. De recentere voertuigen zitten nog meer elektronica op. Dus het wordt niet zo evident meer voor de gewone particulier om nog de controle te doen. Dus het is eigenlijk beter om even te passeren tot bij ons. Dus we gaan even de batterij testen. Hij zegt, de batterij is goed. Dus die zou deze winter perfect haar job moeten doen. We gaan ook even de niveaus controleren. Motorolie, koelvloeistof, kijken of ze nog bestand is tegen de koude. We gaan ons remolieniveau controleren en de vloeistof van de ruitensprook is ook belangrijk. Ruitenwissers die moeten ook in orde zijn. Hoe kan ik zien dat die versleten zijn? Als de ruitenwissers werken en je krijgt echt strepen op de ramen, dan wordt het meestal wel aangeraden om ze terug te vervangen. Maar je moet rekenen, eenmaal per jaar zijn ze sowieso aan vervanging toe. Als de klant binnenkwam, hebben we direct gezien dat de linker koplamp stuk was. Je kan het zelf vervangen, maar het wordt moeilijk. Je kan ze beter laten vervangen. En eenmaal dat de lamp vervangen is, uiteraard, dan gaan we de koplamp even oppoetsen. Het geeft alleen maar meer licht en dat is ten goede van iedereen. Dirk, winterbanden, absoluut een goed idee in de winter, hè? Absoluut. Grote voordeel, we kunnen ondertussen ook de remschijven en de remblokken bekijken. Schokdempers, in dit geval perfect. Dus we kunnen de winterbanden erop leggen. Go for it. Dit zijn nu vier nieuwe winterbanden, maar als je de gebruikte terug monteert, kan je de 4x4x4 regel toepassen. Uiteraard vier wielen, vier winterbanden, maximum 4 jaar oud en een profieldiepte van minimum 4 mm. Grote voordeel van winterbanden, goede wegligging, goede afvoer van water en sneeuw en belangrijk, veel kortere remafstand. Bandenspanning ook niet te vergeten, denk ik? Dat is ook belangrijk. Dat wordt altijd gedaan achter dat de vier banden gemonteerd zijn. Een gouden tip, eenmaal per maand zelf de bandenspanning controleren. Het is belangrijk. Een auto in goede staat met het juiste schoeisel is de beste garantie om veilig en zonder pek de winter door te komen. En ik weet het, het gaat om een investering, maar wel een die de moeite waard is voor jezelf en voor de anderen. Nu, ook al is je wagen technisch volledig in orde en rijd je met de juiste banden, toch komt het er vooral op aan om altijd je rijstijl aan te passen aan de omstandigheden op de baan. Want met z'n allen, zonder ongevallen. Je kan deze en vorige uitzendingen opnieuw bekijken op de website van de Federale Politie.